Telstar TV on location. Hoe lang bestaat Telstar TV? We zijn dit jaar begonnen met Telstar TV. We zijn nu bezig met aflevering 5, dus relatief kort nog. En we zitten nog in een groeiproces en we merken wel dat het leeft. We krijgen steeds meer aanvragen van mensen van, komen jullie met het cameraploeg bij ons langs en kom ons ding filmen. Dus wat dat betreft zitten we in een opbouwende fase van het geheel. Heel mooi. En is wekelijks? Wekelijks. Elke vrijdag. Ja. Wordt het uitgezonden. En dit is de crew min of meer, hè? Ja, ja, en wij doen Denise, Steffen, cameraman en ik ben Martijn. Oké, dus Denise doet de interview zelf, zeg maar? Ja, nou ja, we doen eigenlijk alles met elkaar, vind ik. Ja. Maar ik doe dan af en toe interviewen en ik maak een beetje het draaiboek. En Martijn die verzint ook weer wat en zo doen we met z'n allen allemaal wat. En Steffen, jullie... Dream Team. Ja, Steffen editen in aan zijn mooie Macintosh, heel goed. En we zijn hier op die veld van Klapwijk en... Waarom heb je onze actiecomité gevraagd om te interviewen? Nou ja, we staan als Telstar zijn natuurlijk in het hart van de samenleving. Dit is iets dat heel erg leeft. En nou, daar gaan wij op af. Wij hebben nu een interview gehad met jullie over dit probleem. Aan de andere kant gaan we straks ook nog even langs de gemeente om te vragen van jongens, klopt het allemaal? Wat gaan jullie eraan doen? Dus in het kader van horen en wederhoor. Ja, waar kun je Telstar TV vinden? Op welke? Op de website www.telstar-online.nl. Hartstikke goed. Telstar TV on location. Nou, eigenlijk zijn wij dat, hè. Wij zijn in februari, waar we hier met de kinderen aan het spelen. En toen kwamen we eigenlijk per ongeluk erachter dat hier een gebouw van Skippy zou komen te staan. En toen zijn we aan de lantaarn zijn we de buren van de familie. Dat dit veldje eigenlijk moet blijven en we zijn eigenlijk heel verkeerd geïnformeerd, denken wij zelf. Ja, het probleem is ook een beetje dat we nog zo weinig weten van de plannen. Want eigenlijk het enige wat we weten is dat er een bouwplan ligt van Skippy bij de gemeente. Voor zover wij weten is die nog niet goedgekeurd. Maar mochten de plannen goed gekeurd gaan worden, dan komt er een gebouw van 36 meter lang. Dat is eigenlijk vanaf dat stukje van het veldje, vanaf de boom. Tot aan de andere boom daar en dan een stuk naar achter. Dat betekent eigenlijk dat het hele veld gaat verdwijnen. Want we moeten dan ook nog eens parkeerplaatsen moeten er komen. Dus het hele veld is weg. En ja, het belangrijkste eigenlijk is niet alleen het veldje, maar ook de verkeersdrukte die gaat komen. Daarnaast wordt het gebouw ook nog 9 meter hoog. Dus het gebouw wordt hoger dan de huidige woningen die hier staan. Dus ja, je kan wel nagaan hoe het uitzicht gaat worden voor de bewoners. En de bewoners zeg maar hier, die hebben het vooral ook over het veldje, maar in de wijk is er ook ongeveer veel over de buurt. Wat voor andere bouwlocatie heeft u ook geschikt? We hebben zelf natuurlijk wel met elkaar ideeën geopperd waar. En dat zou dan een Van Vliet locatie kunnen zijn, vlakbij het Pannenkoekenhuis. Daar staat een hele grote boerderij waar nog naar ons weten geen plannen voor zijn. En dat is veel ruimte. Albert Heijn die gaat ook weg binnenkort. Die gaat natuurlijk verplaatsen naar Keizersdorp. Dus daar krijg je straks ook een stukje waar even iets is. En dan heb je nog vlakbij twee gebouwd gaan worden. Dan kunnen ze nog een hele eigen locatie gaan zoeken met ook ruimte om te spelen. Want dat zal hier ook niet echt veel overblijven. En we hebben ook wel eens gehoord dat de woonwagens misschien wel iets meer gebruikt gaan worden.